De bestuurder van een vrachtwagen is gisteren bij een verkeersongeval aan de Jagannath Lajmanstraat omgekomen. Het voertuig kwam tegen een elektriciteitsmast aan en sloeg over de kop. Het slachtoffer werd uit het voertuig geslingerd met het noodlottig gevolg. In de vrachtwagen zaten nog twee personen. Eén van hen is met de ambulance overgebracht naar de spoedeisende hulpdienst en de andere kwam met de schrik vrij. Door de aanrijding was de stroomtoevoer naar dit gebied geruime tijd uitgevallen. Met de dood van deze autobestuurder is de verkeersbarometer gestegen naar 13.